Meneer Wilders, u daagt het kabinet voor de rechter met behulp van meneer Moscovici. Ja, we vinden het onacceptabel dat het ESM-verdrag volgende week wordt behandeld. Dat is een verdrag wat de soevereiniteit van Nederland weggeeft. We geven miljarden aan het ESM-fonds, terwijl wij niet te vertellen hebben hoe dat wordt besteed. Geen vetorecht hebben en we zijn later nog voor tientallen miljarden die ook oproepbaar zijn van Nederland. Wat bij meerderheid kan worden besloten, dus waar we ook geen vetorecht hebben. Met andere woorden, wij geven de sleutel van de Nederlandse schatkist aan de bureaucraten in Brussel en we hebben er niks meer over te vertellen. Ik heb dat in de Tweede Kamer net via hoofdelijke stemmingen geprobeerd tegen te houden. Dat was een zeer substantiële minderheid voor om dat na de verkiezingen pas te doen, zodat de kiezer daarover kan oordelen. 41 leden, dat is bijna een derde van de Kamer. Ja, toch zet de meerderheid dat door en het kabinet ook. Dus we gaan nu doen wat in de geschiedenis inderdaad nog nooit is vertoond. Wij gaan met behulp van mijn advocaat Bram Moscovici in kort geding de komende dagen het kabinet, de staat dan Nederlanden, dagen en sommeren vorderen dat ze het wetsvoorstel intrekken of in ieder geval aanhouden tot na de verkiezingen, tot na 12 september. En ik hoop dat dat meer succes heeft dan vandaag hier in de Tweede Kamer. Maar de Kamer heeft toch net gesproken? Zeker. En de Kamer heeft, dat was vroeger goed gebruikt, dat als een substantiële minderheid, als die iets niet wilde behandelen, dat het niet gebeurde. Voor 30 leden hier in de Tweede Kamer is al genoeg. Daarom is het ook een substantiële minderheid om een debat bijvoorbeeld voor elkaar te krijgen. Nou, 41 leden waren met ons eens om het niet te steunen, om niet dat verdrag nu te behandelen. De Kamer en het kabinet draaft toch door. Dus het enige wat ons nu nog rest, nadat we het parlementaire benette manier hebben geprobeerd, is naar de kortgedingrechter te gaan en de heer Rutte en zijn vrienden, het kabinet heet dat, voor de rechter te dagen.